Yo, what's up allemaal? Dit is Warface en leuk dat je kijkt naar de eerste vlog. Ik heb dit natuurlijk al een keer eerder gedaan, een aantal jaren geleden. Maar aangezien ik al zo lang stil heb gezeten, heb ik het eindelijk overwogen om dit weer te gaan oppakken. En het vette is, ik neem jullie meteen mee naar mijn eerste show sinds tijden en dat is in Noord-Ierland, Belfast. Het vette aan die hele show is dat het heel intiem was, heel klein en ik heb er ook nog 3 nieuwe tracks gedraaid. Waaronder een nieuwe solo, collab met Brennan Hart. En een collab met denk ik het grootste land van dit moment en dat is CryEx. Maar eerst gaan we nog even terug naar eerder deze week, want ik heb ook nog even in de studio gezeten met Remco. En we zijn een nieuwe track gestart, dus zie jullie daar. Vandaag is woensdag, dus 3 dagen voor de show. Ik zit nu in de studio bij Remco en Remco die is nu koffie halen. Maar we zijn ook gestart met weer een nieuwe solo track, beetje No Paradise vibes. En daar willen we je ook even veel meer dingen van laten zien. Maar laat vooral even weten wat jullie vooral willen zien in de vlogs. Ah, daar is hij al. Yo, coffee time. Okay. We live in the now, not in the past. We live in the now, not in the past. The storm is coming, it's moving fast. When lightning sparks, the nation breaks. When lightning sparks, the nation breaks. We strike like thunder. Oh, kut, kut. We strike like thunder, the terror awakes. Is niet goed, hè? We strike like thunder. We strike like thunder. The terror awakes. The terror awakes. Zo, we zijn nu in Belfast. Ik sta nu in de lift met Dominique, Mr. Tour Manager. En we gaan nu even hapje eten met de promotor. Ik ga ook nu de camera aan jou geven trouwens, alsjeblieft. Ja, thanks. Waar is Charlie? Oh, daar is Charlie. Yeah man, I'm very good, It's sold out? This is it. Like this. It is the street. This was chaos. It was definitely chaos. Na een dikke vette steak zijn we direct naar de club doorgegaan. En man, dat was zo vet. Klein clubje, hele vette sfeer. Check it out. Yeah.
Jor, ja. Wat vond je vanavond? Ja, het was wel apart om weer even mensen in het publiek te zien, man. Ja. Heel klein, maar wel vet show. Nice. Laat de fucking zomer maar komen. Tuna, waar is de fire hose nog? Hoi, jee. Tuna, dit heet. Misschien heel afleidend. Oh, was fucking amazing. See you guys next time. Hij loopt, zo voel ik me. Kutzooi. In de Maiga, nee hè? Ja. Oh nee. Ik wist niet dat we in Londen waren. The Wayne Week Band. Dan gaan mensen echt zien hoe ik ben en dan word ik echt nooit meer geboekt. Onlangs in Belfast hebben we ook een nieuwe winkel geopend. Hoe voor het ontbijt? Dat vind ik gewoon jammer, hè? Hier, nee, dat meen ik oprecht. Ik ben hier weer aan het lachen. Maar ik vind dat gewoon oprecht jammer. Wil je zo goed en zo healthy op je fucking eten passen, dan kom je in de UK. En ik vind dat eten fantastisch. Maar een gezonde optie. Nee. Nou, dit was ook een gore tent. Vond jij van ontbijt, Charlie? Was lekker, hè? Lekker. Nee, die cappuccino was echt chill. Die vond ik het lekkerste. Ik heb nog een beetje voor je. Tering gewoon, man. Wow. En hoe denk jij dat de zomer gaat uitzien? Die events, hè? Heb ik het ja. Over. Ja, fijn. Ja, nee, ja, of vakanties kan ook, maar... Veel vakanties, zoveel mogelijk vakanties. Ja, hoe denk je de zomer uit te zien? Ik denk vanaf april wel weer. Maar ik denk niet, ik geloof niet in binnen. Feesten, daar persoonlijk. Ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Ik ben bang dat ze met die capaciteiten gaan komen. Van weet je wel, 75% of ja, dat soort shit. Daar ben ik gewoon bang voor. Maar ik heb op zich wel een beetje iets meer moed in dan vorige week toen ik jou sprak. Nee, dat is ook wel zo. Maar als je dat dan bijvoorbeeld van gisteren zag. Het was niet groot of zo. Maar ik vond het wel raar, er was geen mondkapje. Ja. Helemaal niks, hè. Terwijl ik had hem gewoon bij en ik wilde hem al opzetten. En ik denk van ja, het kan dus wel weer. Nou jongens, Johnny is een beetje gestrest. Dominique van al mee. Maar ze hebben ons op het verkeerde vliegveld afgezet. Onze vlucht vertrekt over precies ja, een uur. 40 minuten, het is 30 minuten rijden. Dus ik hoop nog dat we onze vlucht terughalen. Dus nou, ik zou zeggen, het is weer een mooi begin van alle shows. Het komt goed, Charlie, komt goed. Komt goed. Nou jongens, kleine update. Het is nu 5:30 morgens, maandag. We zouden eigenlijk gisteren terugvliegen vanuit Belfast naar Nederland. Alleen onze driver had ons op het verkeerde vliegveld afgezet. En het goede vliegveld was 30 minuten rijden, dus die hebben we gewoon echt net gemist. We hebben besloten om naar Dublin te rijden vanuit Belfast, 2 uur. Om vervolgens de dag daarna dus nu de vlucht terug te pakken. We zitten eindelijk... Nou, we kwamen dus op het vliegveld aan, we krijgen ons ticket. Dat is net weer een lachen. Het is zo kut verhaal, maar het is gewoon waar. We krijgen ons ticket, we gaan naar de check-in. Er staat ons ticket geboekt voor morgen. Maar het was binnen 10 minuten boarden. Uiteindelijk hebben we het allemaal gehaald. We zitten in het vliegtuig. Nu hebben we 1,5 uur vertraging door storm Corrie. Corrie, bedankt. Jor, what's happening? Ja, doe het gewoon in Nederlands. Okay. We moeten dus nu van boord. Schiphol is dicht voor ja, inkomend vliegverkeer. We hopen binnen 4 uur weer te vliegen. Dus ja, I don't know, dit kan er ook weer bij. Is lekker, hoor. Fuck yeah.
snacken? Snacken. Nou ja, na 6 uur te hebben gewacht op het airport. We hebben eindelijk kunnen gaan vliegen. Schiphol was helemaal afgesloten, dus ja, ik hoop dat het niet, niet een te gekke landing hoor. Ja, nogmaals, het was wel echt een fucking gekke, ja, eerste show weer na een tijdje. Dus, we zijn er in ieder geval weer klaar voor. Alsof ik in een fucking mortuarium lig, want het is hier zo koud, tyfus hé.